En het is altijd een eer om te mogen spreken naar Pieter Omtzigt. Ik ben wel enigszins teleurgesteld dat je de dossierkennis van Pieter Omtzigt roept. Maar op de grote mond van Roelof en mij niet. We hebben Roelof en ik één excuus. En dat is dat als Roelof zelfs een oorlog durft aan te kondigen op het moment dat niet in zijn portefeuille zit. En dat hij dan met zijn standpunt zo juist zit, dan voel ik me daar helemaal bij thuis. Dames en heren, het is niet voor het eerst dat ik jullie hier zie. Wij komen natuurlijk uit dezelfde streek. En we delen dus niet alleen een woonplaats, of in ieder geval een regio waar we vandaan komen. Dit is in ieder geval een veilige regio voor u, hoop ik. Het is in ieder geval de mooiste regio van Nederland. Daar heb ik zelfs Roelof vandaag van proberen te overtuigen toen jullie me voor de trein houden. Maar waar we vandaag voor bij elkaar zijn, is natuurlijk dat we allemaal op onze eigen manier een onvoorstelbare moedeloosheid met elkaar delen. En voor een politicus is dat altijd heel slecht. En toch spreekt het hier uit. In de navolging van Pieter, Roelof, hier op zijn eigen manier. We hebben te maken met de grootste humanitaire crisis sinds de Tweede Wereldoorlog. En deze humanitaire crisis is ook een veiligheidscrisis geworden. En Arameërs, het oudste christelijke volk, eigenlijk de bakermat van de christelijke beschaving, zeker ook in Syrië, maken dit van al heel lang mee, en van oudsher mee, zou ik willen zeggen. Maar laten we niet vergeten wat dit is. Het is een geloofsoorlog van de islam, extremistische islam, binnen de islam, door de islam. Er zijn veel geloven en veel mensen en veel groepen al slachtoffer van geworden. Op een gruwelijke, barbaarse wijze. En daarvan ondervinden wij nu de gevolgen. Maloula, Palmyra en natuurlijk begon het vorig jaar met Nineveh en de berg waarop wij, en dat mag ik dan toch hier geloof ik ook zeggen, in ieder geval hebben we kunnen zien dat Nederland bij de eerste vier Europese landen zaten direct na de oproep van de Amerikaanse president zich bereid tonen om haar luchtmacht opnieuw in te zetten om de bevolking te proberen te beschermen. Nederland heeft altijd geantwoord op het moment dat de nood het hoogst was. En niet alleen in het noorden van Irak, maar ook op andere plekken op de wereld. En ik denk dat u daar vandaag ook van kunt getuigen. Het probleem met deze wereld is dat deze wereld alleen is geworden zonder politieagent. Nou, we hebben één bijna gepensioneerde politieagent in de vorm van de Verenigde Staten die op een terughoudende manier probeert haar invloed nog aan te wenden. Dit is geen wereld meer waarbij regionale conflicten ingedampt kunnen worden met één simpel telefoontje uit een hoofdstad zoals Washington of Moskou. Dit is een wereld waarbij relatief kleine conflicten op een verschrikkelijke manier uit de hand kunnen lopen. En het lijkt wel alsof je als politicus dan nooit goed kunt doen. Libië, hebben we geprobeerd om in Benghazi direct in te grijpen om een tweede Srebrenica te voorkomen. En zie waar we nu staan. Een totale failed state. ISIS, christenen worden ook daar gevolgd. Syrië, hebben we gezegd, daar kunnen we niet in grijpen. We zijn niet meer bereid om grondtroepen te leveren. En ik ben dat eerlijk gezegd nog steeds niet. Want het is een wespennest waar ik geen Nederlandse soldaten aan durf op te offeren. En dat is geen antwoord voor de mensen die daar nu vluchten. 4 miljoen vluchtelingen buiten Syrië, 4 miljoen ontheemden binnen Syrië. Ik was vorige week in Libanon en ik was ook in Jordanië. En ik wil graag iets met die ervaring met u delen. In Jordanië, laat ik daar maar mee beginnen, was ik in het grootste vluchtelingenkamp van het Midden-Oosten. Zaten 81.000 Syriërs in één kamp, waar de Jordaanse politie, onbewapend en op een hele humanitaire wijze, probeert de veiligheid in dat kamp te garanderen. En dat lukt, dames en heren. Dat gaat zelfs heel erg goed. Buiten het kamp zitten ook nog heel veel Syriërs. 90% Soenitisch. En dat lukt ook. Maar wat niet lukt, is dat ze vanaf 1 december deze mensen niet meer kunnen voeden.
Vorig jaar, in 2014, was de INACR nog in staat, samen met het World Food Program, om ongeveer $40 per gezin, en een gezin is 5 kinderen en 2 ouders, als die er nog zijn, per maand te kunnen geven. Dat bedrag heeft de internationale gemeenschap al omlaag moeten schroeven naar $13, excuus. En vanaf 1 december is het afgelopen voor zelfs de meest urgente groep. Dames en heren, als wij regionale opvang willen bieden, dan is dat de grote schande. Het feit dat we zich niet eens meer te eten kunnen geven. Daarom, in ieder geval de partijen die hier zijn, zijn verenigd in het idee dat we veel meer moeten doen om regionaal op te vangen. De humanitaire regionale opvang waar u vandaag voor sprak, daar ben ik het van harte mee eens. En dat vergt van ons allen, ook van de VVD, een aanpassing van hetgeen dat we tot nu toe hebben gezegd. Want alleen roepen regionale opvang is dan niet genoeg. De directeur van OCHA, dat is de internationale organisatie van de VN die de vluchtelingenstroom probeert te coördineren, heeft eigenlijk heel helder aangegeven wat er aan de hand is. Ze hebben op dit moment $10 miljard en ze hebben $20 miljard nodig. Dat lijkt heel veel geld, maar dat is een schijntje. Als het vluchtelingenprobleem het valutaprobleem zou zijn geweest, of een bankenprobleem, dan zou de hele wereld al met G20 en G8 bij elkaar zijn geweest, hadden we stabilisatiefondsen en dan was het geregeld. $10 miljard, dat moet de optimisme zijn. En als het dan niet kan komen uit de landen die voortdurend achterblijven, dan moet het misschien toch maar weer van ons komen. Maar er komt veel van ons. En dat wil ik dan toch ook met u zeggen. In Jordanië sprak ik met de man die het kamp leidde en die al in 3 andere hele grote kampen in Afrika was geweest. En nadat ik een uur achter met hem had gesproken, vroeg ik aan hem: waarom vraagt u eigenlijk niet aan mij of ik niet meer mensen in Nederland wil opvangen? En toen zei hij tegen mij: ik heb van tevoren gekeken hoeveel ik opvang. U zit ergens in de middenmoot, dat is prima, dat is prachtig. En let wel, deze meneer was van UNHCR. Maar het is voor mij een afrondingsverschil, omdat ik elke dag in mijn kamp moet ontvangen. En hier verderop bouwen we een 6e kamp. Er zijn 5 andere kampen. Er is nog ruimte. Als u ons vraagt, kunnen we dat ook doen. Er zitten nog zo'n 120.000 vluchtelingen zouden daar kunnen worden opgevangen. Is de Jordaanse overheid daar blij mee? Nee, dan zijn ze niet blij mee. Maar het kan wel. De regio heeft nog absorptiecapaciteit. Maar dan moeten we ook daar meer gaan doen. Het kan niet zo zijn dat Jordanië en Libanon 2 landen zijn waarbij wij accepteren dat die imploderen. Want dat is ook direct in ons belang dat dat niet gebeurt. Libanon is misschien wel het laatste land, uitzondering van Israël, de enige beschaafde democratische rechtsstaat die het Midden-Oosten kent, waar christenen er nog een redelijk goed thuis zijn. Waar ook in de constitutie staat dat christenen een aandeel hebben in de politieke vertegenwoordiging. Libanon is geen land waarvan je kunt spreken van een stabiele democratie. Zelfs geen stabiel bestuur. Toen ik er was, was er een noodvergadering van het kabinet en ik sprak de minister van Sociale Zaken, die ook over vluchtelingenbeleid gaat. En die spreekt me eigenlijk om mee te helpen na te denken over hoe zij die vluchtelingen die daar die er anders genoemd worden, omdat ze niet op dezelfde manier kijken, om die beter op te vangen. En ik denk dat dat mogelijk is. Mits zij ook de gelegenheid krijgen om daar aan de slag te gaan. Toen ik in het noorden van Jordanië, in het noorden van Libanon aanwezig was met een aantal mensen, om daar met vluchtelingen te spreken, was er 5 mannen met grote gezinnen. En 1 man, jonge man, had ik met een zoontje op zijn schoot, 1,5 jaar. Ik moest er erg aan denken toen we de verschrikkelijke beelden zagen van de aangespoelde kleuter. En deze man zei tegen mij: als ik de kans krijg, dan ga ik naar Europa. En hij was daar veilig en hij had te eten, maar hij voelde geen respect. Als ik de kans krijg, ga ik daar naartoe, maar ik heb niet €4.000 om aan een mensensmokkelaar te betalen. Hij kon ons een telefoon laten zien, het telefoonnummer van de mensen die het voor hem konden regelen. En hij sprak over deathbots. We spraken allemaal over deathbots. Toen ik hem vroeg of hij zelfs zijn kind zou meenemen, aarzelde hij geen moment. Hij knipperde niet 1 keer met zijn ogen en geen van de mannen deed dat. Ze zouden allemaal hun hele gezin hebben meegenomen. En dit is de essentie van ons probleem. Uiteindelijk kiest men natuurlijk voor een betere toekomst. En die betere toekomst, die vindt men, denkt men hier. En daar zit het dilemma van Europa. En misschien hebben we het te lang gewacht.
Maar de essentie van de oplossing ligt niet in Europa. De essentie van de oplossing ligt in de eigen regio. En voor heel veel Syriërs geldt in elk geval dat zij graag terug willen op het moment dat dat zou kunnen. Is er dan een politieke oplossing? Nee, die is er niet. Er is nog geen politieke oplossing, zolang alle partijen die daar zijn denken dat ze op elkaar nog een militaire overwinning kunnen halen. Zolang alle partijen inderdaad als proxies worden gebruikt door anderen. Pieter noemt het al. Assad, China en Rusland en ook Iran zullen niet toestaan dat die valt. Saudi-Arabië, particulieren in Saudi-Arabië zullen doorgaan met het steunen van individuele strijdersgroepen, Soenitische strijdersgroepen, terwijl ze tegelijkertijd ook de internationale luchtmacht mee proberen te vormen. Turkije, ik vind dat ze geprezen moet worden over de 1,7 en aan het eind van het jaar zeker 1,9 miljoen vluchtelingen die men daar opvangt. En in behoorlijke omstandigheden, ik heb ook die kanten gezien. Maar Turkije vraagt nu zijn eigen oorlogsbuit. En bij het ontbreken van een militaire strategie of een politieke strategie waar de Westen zich op dit moment verschuilt, pakken alle partijen, alle eigenaren van die proxies, straks hun eigen oorlogsbuit. Dat kan niet. Op die manier komen we er niet. Ik ben van mening dat Irak en Syrië als één militair gebied moeten worden beschouwd als wij ISIS willen verslaan, en dat willen we. Deze partijen die hier vanavond aanwezig zijn, zijn het daar wel over eens. Het obstakel wat we daarbij ondervinden is dat Nederland natuurlijk ook zijn eigen ervaring heeft gehad met ingrijpen in Irak. En dat daar, na heel lang nadenken, en daar wil ik ook respect voor opbrengen, partijen in grote meerderheid hebben gezegd, wij treden nooit meer ergens militair op als daar niet een grondwettelijk of een volkenrechtelijk mandaat aan ter grondslag ligt. En dat wil ze wel zeggen als dat de VN zich ook moet worden uitgesproken. Er zijn twee partijen die daar een duidelijke uitzondering op hebben aangebracht, SGP en mijn eigen partij. Omdat wij van mening zijn dat we het nooit kunnen overlaten aan de veto van de Russen of de Chinezen, of we ergens onze eigen belangen of die van andere volken kunnen verdedigen. Maar we hebben wel te maken met de meerderheid die dat destijds besloten heeft. Als dat voor verandering in aanmerking komt, en ik denk dat dat kan, en ik denk dat het CDA daar ook een cruciale rol bij kan vervullen, dan ben ik ook van mening dat we dat moeten doen. Niet omdat ik denk dat we met luchtaanvallen ISIS gaan verslaan, want ISIS kan alleen op de grond worden verslagen. Maar de grondlegers moeten worden gevormd door Soenieten in de provincie Anbar. Door steun voor het grondoptreden van de Koerden. Sommige Koerdische strijders bijvoorbeeld die door Nederland worden gesteund in het noorden van de provincie Irak, de Peshmerga. Door steun van anderen. Alleen dan kunnen we het redden. En daarvoor is het noodzakelijk dat we de bestandslijnen, of dat er de oorlogslijnen die we nu kennen, dat we bestandslijnen zullen worden. En zelfs dan is er voorlopig geen oplossing, omdat wie kijkt naar de kaart op Syrië, als je kijkt naar de linkerkant, dan zie je dat daar alles nog door elkaar loopt. Free Syrian Army, kleine groepjes met al-Nusra, natuurlijk de groepen van Assad. Het is één grote, spaghetti. Daar kan je als internationale gemeenschap wel willen dat je daar iets kunt doen. Maar alleen de mensen op de grond kunnen het. Ik heb de oplossingen niet bij handen. Maar ik vind wel dat we moeten beginnen met erkennen dat militair optreden in ieder geval consequent moet worden doorgevoerd. En alleen die Irak optreden is niet consequent. Zal geen resultaat bereiken. Ik vind ook dat we de gevolgen, de enorme migratiegevolgen in de regio, dat we moeten erkennen dat we daar te weinig hebben gedaan. En ondanks het feit dat Nederland ook net op 48 miljoen beschikbaar gesteld en daarmee vooraan loopt als het gaat om de humanitaire steun. Altijd, overal, maar zeker ook hier, dat we toch nog steeds moeten kijken of we meer kunnen doen. Dames en heren, ik heb hier vandaag geen oplossing. We zullen ze met elkaar moeten vinden. En ook ik ben geschokt door alles wat ik heb gezien. Maar voor politici geldt niet de luxe van wij bestaan en in wanhoop de handen heffen. Misschien moeten we, de bisschop indachtig, de handen vouwen. Nou, als katholiek zou ik dat, zal ik dat ook zeker doen. Maar ik kom van een seculiere partij en we proberen dus ook pragmatische oplossingen te vinden. En die oplossingen, daarbij houden we zeker ook rekening met de bijzondere positie van christenen, die overal ter wereld worden vervolgd. Waar ook wij aandacht voor hebben, daar kunnen de christelijke collega's van getuigen. En dat zal ook hier het geval zijn. Ik wil kijken naar hetgeen die vandaag aan voor heeft gebracht, maar wel graag onder de erkenning dat Nederland in zijn algemeenheid
altijd voor opbouw. Of het nu gaat om humanitaire hulp, noodhulp, ontwikkelingssamenwerking. Maar ook als het gaat om de beste piloten die we hebben te sturen naar die gebieden waar we